Ben je zeker dat we deze zaag nodig hebben? 3, 2, 1. Check die. Anne, trouwens papa van Ella. In deze video gaan we een fidget toy namaken en het is namelijk een simpel dimpel. Maar nu gaan we geen simpel dimpel maken, die zal wel een groot zijn. Een we gaan een simpel dimpel maken van dit. Ja, nu hoe noem dat? IJsrondjes. IJsrondjes, ja. Ik weet niet hoe dit noemt, schrijf het in de comments. Ah, ja. Dus eigenlijk kan je dat zo poppen. Ja, hier kan ik niet tonen. Voilà, kijk. Ja, en de andere kant is super satisfying. Oh. Dat maakt nog thans geluid, hè. Dus, Ella, wat hebben we allemaal nodig om dit te maken? Ik weet het niet. Jij bent eigenlijk expert. Dit is mijn eerste keer dat ik zoiets maak. Allee, ja. Kunnen we van de hout maken? Maar nee, want zo'n je kan daar splinters van krijgen. Ja, maar mooi scheuren en dan schilderen. Dan hebben we geen splinters meer. Hè. Maar wat denk kan je? Er nog? Nu hebben we lijm nodig, zaag. En ook materiaal, hout of plastic. Gaan we dat kleuren? We moeten dus verf, plastic, zaag, lijm. En dit hebben we al. Ja, maar deze hebben we al. Zoals we zien is eentje oranje en eentje groen. Wil je andere kleur hebben? Ja. Welke? Paars, denk ik. Alright. Let's go! 1 hour later. Alright, we zijn er. We zijn aangekomen bij Gamma. Ja. Oké, wat moeten we dus eerst? Wat hebben we eerst nodig, hè? Een lijmpistool. Ja? Ja. Kijk, daar naar rechts, Ella. Hier is verf allemaal, denk ik. Ja. Kijk, wauw, ze zijn mooie kleuren allemaal. Kijk dat kleur. Wil je andere? Wil je een geel hebben? Ja. Hier. Ondertussen speel ik zo met mijn fidget. Ben je zeker dat we deze zaag nodig hebben? A few minutes later. Dit zijn zagen. Ja? Kijk. Maar welke hebben we echt nodig om zoiets te maken? De scherpste. Maar vorm van de zaag is ook belangrijk, Ella. Maar ik weet wat, anders kunnen we eerst gaan zoeken voor hout of voor plastic. En dan gaan we bij de zagen te zien hoe dik het materiaal is. Dat is wel een beetje slim. Hoor. Ja, dat is echt slim van jou, Ella. Kijk, daar. Oh, een stoel. Deze. Moneel. Welke? Maar dat is echt te dik, hè. Oh. Kijk die, Ella, hier. Kunnen we zoiets gebruiken? Ik denk dat het een beetje te dun is, want we moeten dat in twee doen, hè. Dat pak. Ga je deze pakken? Ja, die is groot, hè. Is dat hout? Allee, goed gezien, Ella. Ella heeft hout, lijm, gewonden. Ja, dat is een mega. Dat is een mega splinter. Check die. Wat heb je gezien? Pringles. Nee. Maar ik heb een super goede toets gekregen. Ja. Eentje. Alright, je mag eentje hebben. Yes. Yay. Sweet party. Let's go. We hebben alles. Yes. Jouw schoenen zijn zo mooi. Oh ja, thanks. Van Steffi gekregen. Alles is in de auto en nu ga ik van mijn berg af. Mario Kart. Ja. 3, 2, 1. Oké, let's go. Ik denk dat ik sneller ben. Nee. Bye bye. 1 hour later.
Alright Ella, wij zijn thuis gekomen. Yes. Hier hebben we allemaal gekocht voor ons, hoe noem dat? Simpel Dimpel. Ja. Maar kijk, verschil tussen deze, origineel, en die. Die zal super groot zijn. Ja. Ik zal jou helpen. Ja, dat is scherp. Kinderen, jullie mogen dit niet gebruiken thuis, hè? Don't try this at home. Yes. Anders zal dit gebeuren, kijk. Zaag is echt gevaarlijk. Doe dat echt zo pijn, zo wat? Ja, dat doet. Ja, deed echt veel pijn, hè. Oh, ik zie jou al voor staan met... Kijk. Ah. Ella, kom hier. Ik kan dat niet doen, hè. Oh my god, dat ligt allemaal op je broek. Voilà. Voilà. Hier. Voilà. Alright Ella, nu ga ik ongeveer tekenen. Op deze twee plaatjes ga ik zo een vorm maken. Many hours later. De Simpel Dimpel is bijna klaar, maar nog één stapje. En dat is de spray paint. Yes. Deze bedoel je? Ja. Alright, moet je doen eerst met die spray? Ja, goed schudden, hè. Ja, dat is genoeg, denk ik. Voilà, ben ik klaar voor? Ja, ik ben klaar. Let's go. Oké, van welke hoogte dit? Ja, van deze hoogte ongeveer. Ja, doe maar. Wow! Ja, eventjes stoppen. Is dat groen, donkergroen? Dat is lichtgroen. Ja, dat is groen. Ja, dat is Oké, doe maar. Oh my god. Oké, dat is goed. Is dat goed? Een beetje hier. Ja, een beetje. Ja. Oh ja, kijk. Dat is mooi. Alright, we gaan eventjes wachten tot dat droog is. Ja. High five. Let's go! Alright, is het droog al? Ja, het is al droog. Wat ik zie? Ah ja. Helemaal. Ja, doe maar. Wow. Het werkt. Ik en mijn papa hebben ons best gedaan om deze Simpel Dimpel te maken en het kwam er wel goed uit. En als jullie deze video leuk vonden, vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie in de volgende video. Peace!